Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe video van onze Feyenoord Career Mode serie. Seizoen 2 gaat nu echt beginnen, want de Eredivisie staat voor de deur met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zoals jullie ook in beeld kunnen zien is Thomas van der Belt weg, althans verhuurd aan Brighton en een hoofd Albion. Ik weet niet zo goed wat Brighton ermee wil, want het is natuurlijk eigenlijk geen vaste basisklant bij hun. Maar goed, ik vind het allemaal prima. Als jullie reacties hadden achtergelaten in de vorige video, jullie weten dat ik die in deze video nog niet kan behandelen. In de volgende video wel. Ik zal er altijd persoonlijk op reageren en als er transfersuggesties zijn, laat ik een hartje achter, zodat jullie kunnen zien dat ik het heb gelezen. Want ik ben natuurlijk nog op het moment op vakantie en heb deze video's ver van tevoren vooruitgewerkt. Oké, de wedstrijd tegen Fortuna is inmiddels begonnen. En dan zitten we inmiddels in de 6e minuut van de wedstrijd. Dus hier is Skof Olsen. Hij krijgt de bal met heel veel geluk mee. Alleen komt er niet echt een schot uit. Het schot wordt geblokt. En daar baalt Skof Olsen redelijk van. En hier is dan Timber die we proberen te zoeken. Maar dat lukt allemaal net niet. En zo is hier een goede kans in ieder geval verloren gegaan. Laat ik het zo zeggen. Als we dit beter hadden uitgespeeld. Maar goed, hier zetten we goed druk. Igor Paxiao. Paxiao. Nee, de bal vliegt er niet in. Fantastische redding van de doelman van Fortuna Sittard. Hier dan nog proberen we weer druk te zetten. Batterina Wang. Wang proberen we te laten schieten, maar we krijgen geen ruimte voor het schot. Hier zien we dan Skof Olsen. Maar ja, volgens mij was het ook buitenspel anders geweest voor Igor Paxiao. Nou, hier hebben we dan Fortuna aan de bal met Dijks Grujic. Grujic kijkt om zich heen, waar kan ik naartoe? En daar gaat het fout. Jiménez snoept de bal af van de verdediger van Fortuna Sittard. Geeft hem af aan Skof Olsen. En hij schiet Feyenoord op een 1-0 voorsprong hier in de Kuip. En de bank wordt helemaal gek. Terwijl Pascal Jansen ze weer tot rust probeert te houden. Want het is nog maar 1-0 tegen Fortuna Sittard. Alles kan natuurlijk nog misgaan. Maar het begin is in ieder geval gemaakt. En hopelijk kunnen we nu de voorsprong uitbreiden in deze wedstrijd. Dat is althans wel de bedoeling. Maar goed, dan zitten we in de 30e minuut van de wedstrijd. Staat er dus nog steeds 1-0 voor Feyenoord. Is het hier Embalo voor Fortuna Sierhuis. Sierhuis kan zomaar doorlopen. En wordt nou niet echt helemaal aangepakt. Sierhuis? Ja, die krijgt de bal dan niet mee. Maar hier is Patterson. En die haalt dan uiteindelijk uit. Hier wordt Bijlo alleen niet wakker van. Maar goed, het is in ieder geval iets van de ploeg uit Sittard. Nou, dan hebben we weer Embalo aan de bal in de 40e minuut. Embalo komt hier met Sierhuis. Sierhuis? Ja, er komt geen schot. Maar een penalty. Volgens de scheidsrechter zijn wij te laat. En wordt het hier een strafschop. En is Raf van den Berg de schuldige. Hier kijken we nog eens. Ja, het is terecht. Het is terecht. Weer een moment van, ja, dat het beeld blijkbaar op zwart gaat bij mij. Want dit is zo niet nodig. Sierhuis had die bal never nooit binnen kunnen schieten. En dan is het Bijlo tegenover Sierhuis. En het is Sierhuis. Bijlo duikt al veel te vroeg. En zo heeft Fortuna opeens weer een resultaat in de Kuip. En staat er dus 1-1. De bank van Fortuna is daar heel erg tevreden over. Maar goed, er valt natuurlijk ook meer te halen voor de Fortunezen. En voor Feyenoord moet er meer te halen zijn. Anders kennen we nu al een valse start. En dat moeten we natuurlijk niet willen. Hier is Halilovic. Komt er alleen niet echt langs. Waardoor Feyenoord weer de bal heeft. Skof Olsen krijgt de bal alleen niet bij een ploeggenoot. Igor Paxiao loopt daarvoor veel te ver weg. Dan hebben we hier nog Embalo die de bal overneemt. Maar uiteindelijk is het rust en gaan we dus de ruststand in met een 1-1 gelijkspel. En daar is denk ik niet waar je de rust mee wou beginnen. Want we stonden natuurlijk al lange tijd 1-0 voor. En dat we dan zo een 1-1 weggeven, ja, dat is gewoon heel erg dom. Maar goed, ik ben een mens en we maken allemaal fouten. Maar zolang je die fout maar niet nog een keer maakt. Hier is Halilovic. Halilovic komt er alleen niet echt langs. Maar krijgt uiteindelijk wel een vrije trap van de scheidsrechter. En dat gebeurt in de 54e minuut van deze wedstrijd. Het Feyenoord publiek hoopt natuurlijk dat deze vrije bal er niet in vliegt. Maar goed, Sierhuis dus achter de bal. Ik dacht dat Halilovic hem zou nemen. Nou, nu staan Sierhuis en Embalo erachter. Embalo doet een schijnbeweging. En hier is dan nog een goede vrije trap van Sierhuis. En Bijlo wordt dus aan het werk gezet. Maar gelukkig valt de bal er niet in. En moet Fortuna dus wat anders gaan proberen om hier een 1-2 te gaan forceren.
Fortuna hier dan met een kopballetje. Alleen is het Bijlo die hier nou niet al te best kiept. Want had je die bal niet klemvast kunnen hebben, is het per se nodig om hiervoor een showduik te doen. Dijks. En dan is hier wel een goede redding van Bijlo. En nu nog een keer. Hier komt Feyenoord dus heel erg goed weg. Halilovic inmiddels aan de bal. Halilovic, het is echt alleen maar Fortuna in de tweede helft. Feyenoord heeft niks meer in de melk te brokkelen. En dan gebeurt er opnieuw iets doms. Weer dezelfde fout en weer een gele kaart. Feyenoord laat zichzelf kennen tegen Fortuna Sittard. Laat zich meegaan in de emotie van de wedstrijd. En Fortuna maakt het niet af. Bijlo zorgt ervoor dat er hier nog een gelijkspel op de borden staat. Maar goed, kan Feyenoord dit volhouden? Dat is natuurlijk wel de vraag. Sierhuis wordt gezocht, maar wordt niet gevonden. En Pak Xiao trapt uiteindelijk de bal weg. Hier een ongelukje, maar dat gaat allemaal voor de rest goed. 77ste minuut van de wedstrijd inmiddels. Hier zien we Quinten Timber. Alleen schiet hij de bal aan tegen een Fortuna-speler. Waardoor Patterson hem afgeeft op Sierhuis. Ja, en dan is Bijlo natuurlijk kansloos. En dan staat Feyenoord toch verdiend op achterstand. En is het de Kuip wat niet verwend wordt met dit voetbal? Is het het 4-3-3 systeem wat op dit moment weer faalt? Feyenoord wat opnieuw niet in een 4-3-3 systeem het spel kan maken in een tweede helft. In de eerste helft wil het op zich wel lukken. Maar in de tweede helft is het helemaal weggevloeid. Is er totaal geen energie meer. En dan wisselt Pascal Jansen ook nog eens heel erg laat in de wedstrijd. Hier zien we bijvoorbeeld invaller Bioek. Krijgt de bal bij invaller Diaw. Bioek opnieuw. Die zoekt de bal naar Lauritsen. Alleen ja, hè. De bal komt niet aan. Hesse dan nog. Nou, weer naar Bioek. Maar ja, die wordt uiteindelijk makkelijk aan de kant gezet door de verspelers van Fortuna Sittard. We zitten inmiddels in de 83ste minuut van de wedstrijd. Is het hier Diaw? Diaw met een grote kans. Alleen vliegt deze bal er ook niet in. En staat er dus nog steeds 1-2 voor Fortuna. Dan zitten we inmiddels in de 88ste minuut van de wedstrijd. Is het Bastien die er alleen niet langs komt. En daardoor heeft Hesse hier de bal. Baturina komt er alleen niet langs. En uiteindelijk is onze controle leeg. Kan er natuurlijk ook nog wel bij. Dit is natuurlijk gewoon een editfoutje wat erin is gebleven helaas. Maar goed, hier zien we dus Baturina krijgt de bal bij Diaw. Krijgt hij de bal dan nog bij Bioek? Nee, niet echt. En zo gaat deze wedstrijd dus in een overwinning voor de Fortunezen eindigen. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Hier waren wij totaal niet op ingesteld. En de Kuip ook niet. Daardoor krijgt Feyenoord een terecht fluitconcert. Maar goed, veel tijd om te rouwen is er niet, want dan opeens staat de topper tegen AZ op het programma. Kunnen jullie natuurlijk nog de topper van vorig seizoen herinneren aan het begin van het jaar? Ja, die verloren we inderdaad in onze eigen Kuip. En nu spelen we dus in het aanvalstadion in Alkmaar. Vind ik dat wij kans hebben? Nou, als je het resultaat bij Fortuna natuurlijk ziet, nee, dan niet. Als dit zo door blijft gaan, dan moeten we misschien weer twijfelen om naar een andere opstelling te gaan. Maar goed, we houden ons eerst nog vast aan het spelsysteem wat ik graag wil spelen als trainer. En dat is 4-3-3. Ja, het is maar hopen dat het allemaal gaat werken. AZ Feyenoord dus, de topper waar iedereen op wacht. In Alkmaar keken ze er enorm naar uit, want zij hebben natuurlijk ook het resultaat in de Kuip gezien. En dat was in het voordeel van Fortuna Sittard uitgevallen. Nou, AZ zal dus druk willen zetten op Feyenoord. En hier is dan direct Parrot. Parrot met een hele grote kans. Alleen vliegt de bal er niet in voor AZ. Zo staat het dus nog steeds 0-0. Maar goed, dan is het hier Adai die bij Mijnans de ingooi krijgt. Mijnans probeert er door te komen, krijgt de bal alleen niet bij een ploeggenoot. Van Brederode dan. Van Brederode speelt zich heel makkelijk langs de speler van Feyenoord. En dan is het hier Parrot. Parrot schiet alleen dramatisch deze bal richting de goal van Bijlo. Waardoor de bal niet eens richting de goal van Bijlo komt. Zo dramatisch was het schot. Hier zien we Santiago Jiménez. Hij krijgt de bal bij Skovolsen. Skovolsen oog in oog met de doelman van AZ. Maar ook deze bal vliegt er niet in. Zo staat het dus nog steeds 0-0. En proberen wij nog ons eronder uit te voetballen. Maar dat lukte helaas niet. Hier zien we Asignol. Maar ook hij wordt weer heel erg makkelijk aan de kant gezet. Maar uiteindelijk ja, heeft AZ de bal weer. En is het hier Parrot. Parrot voor het schot. Nee, Parrot niet voor het schot. En dan is het hier Quinten Timber die de bal wegschiet. En dan proberen we nog de richting Skovolsen te pasen. Dat lukte dan ook. Alleen is het inmiddels rust. Waardoor het dus nog steeds 0-0 staat. En zoals jullie misschien kunnen merken is Feyenoord AZ nou nog geen denderende wedstrijd. Feyenoord AZ heeft alles
niet weg van een topper, zeg maar. Want het spel is nog niet echt om aan te zien. Daarom heb ik besloten te wisselen. Hesse, Lauritsen en Diaw gaan invallen. Ook Biouk staat nu in het veld. En dat zijn drastische maatregelen van ons. Maar we voetballen opnieuw niet. En we moeten dus meer van het spel gaan verwachten. Maar ook na de wissels is het AZ die de kroon spant. Hier is het weer een domme overtreding van Raf van den Berg. Hij krijgt alleen een vermaning van de scheidsrechter. En dan is het hier Diaw die de bal zo in de voeten gespeeld krijgt. En Diaw is sneller dan Müller-Wolfe. En dan gaat Diaw voor het schot, denk ik. Ja, alleen is het een goede redding van de doelman van AZ. Ik denk dat het Jeroen Zoet is, maar het antwoord blijf ik jullie even schuldig. En uiteindelijk heeft AZ de bal weggetrapt. En dan zitten we in de 54ste minuut. Tomori gaat inmiddels naar Manchester City. Die transfer is bevestigd. Maar dat maakt ons natuurlijk weinig uit. Want hier is Parrott. En Parrott loopt hem over de uitkomende Bijlo heen. En zo staat het 1-0 voor AZ. En heeft AZ wat het verdient. Krijgt AZ wat het verdient? Jazeker. AZ is gewoon vele malen beter dan wij in deze wedstrijd. En zo komen we dus verdiend op een 1-0 achterstand. En dan moet je als Pascal Jansen zijnde, want dat zijn wij natuurlijk, zo fictief verplaatsen we ons in het spelletje. Dan moeten we misschien wel ook onze conclusies gaan trekken. Want we worden niet weggespeeld door AZ en Fortuna, maar we maken ook zeker het spel niet. Hier bijvoorbeeld Diaw, ja, hoe moet hij hier gaan scoren? Hij komt natuurlijk in een onmogelijke hoek terecht. Dan zitten we inmiddels in de 85ste minuut van deze topper. Adai heeft de bal voor AZ. AZ probeert alles te doen om deze wedstrijd te beslissen. Alleen heeft Adai de stamina niet mee zitten. Maar ook wij niet, want stamina blijft een groot probleem. Zoals een kijker ook al onder een paar video's geleden zei, dat stamina een probleem is bij mij. Dat klopt zeker en ook vooral in deze wedstrijden. Lijkt wel dat we te veel verwachten van de ploeg in onze speelstijl. We willen graag constante druk neerzetten. Maar uiteindelijk zit dat niet in ons voordeel. Sterker nog, het werkt blijkbaar heel erg in het voordeel van AZ. Hier heeft Bijlo de bal, maar de 2 minuten extra tijd zijn inmiddels ingegaan. Sorry, 1 minuut extra tijd. En die zit er inmiddels al op. En zo wint AZ in eigen huis van Feyenoord. En kent Feyenoord een echte valse start binnen de Eredivisie. En dit is denk ik niet de start waar we allemaal op hadden gehoopt. Want we zijn natuurlijk de bekerwinnaar en de titelhouder in de Eredivisie. En dan moet je natuurlijk een veel betere start kennen. Na 2 wedstrijden staan wij dus dan ook op de 15e plek. Heracles, Sparta en Groningen staan er onder ons. NEC, NAC, RKC, Fortuna, noem maar op. Die staan allemaal boven ons. En daarvan vind ik NAC toch wel echt verrassend dat die nu al binnen 2 wedstrijden hebben gewonnen. We weten natuurlijk niet tegen wie ze al hebben gevoetbald. Dan gaan wij ons opmaken voor de laatste 2 wedstrijden van deze video. En de laatste 2 wedstrijden van deze video spelen zich af tegen clubs waar we van moeten winnen. Onder andere de Rotterdamse derby tegen Sparta. En als mijn vaste kijker Luc ook deze video bekijkt, dan weet hij waar ik over praat. Want ik heb met hem vorig seizoen de thuiswedstrijd opgenomen, uitwedstrijd tegen Sparta opgenomen. En hij was toen mee aan het kijken, zeg maar, op een gedeeld scherm. En hij is zelf Sparta supporter. En hij zei van, Sparta, dat is altijd wel moeilijk om tegen te spelen als de AI Sparta is. Nou, dat heb ik ook gemerkt in de afgelopen 2 wedstrijden die we tegen Sparta hebben gespeeld. Want dat was natuurlijk niet het beste voetbal wat we toen konden spelen. Want Sparta past zich de hele tijd heel goed aan op de tegenstander, vind ik. Hier hebben we bijvoorbeeld Paxiao, maar hier komt dat eventjes niet uit. Alhoewel deze bal er natuurlijk wel in moest van Santiago Jiménez. Maar de bal vliegt er dus niet in. Hier hebben we Wang. Wang krijgt de bal uiteindelijk bij Skov Olsen. We proberen wel steeds wat agressiever ten opzichte van Sparta te spelen. En dat lijkt ook momenteel zijn vruchten af te werpen. Alleen komt Jiménez er hier net niet langs. Zo staat het dus nog steeds 0-0 in onze eigen Kuip. Maar dan proberen we het publiek zeker te vermaken. En moeten we ook verdedigend zeker een tandje bijzetten. Hier krijgt Wang zomaar de bal aangespeeld van een Sparta-speler. Wang geeft hem af op Skov Olsen. En Skov Olsen maakt direct al zijn tweede van het seizoen. We moeten Mike natuurlijk bedanken, want hij liet deze aankoop vorig seizoen achter. En het is een aankoop die het zeker waard is geweest. Skov Olsen laat de waarde zien in de Kuip. En is al, denk ik, een van de publiekslievelingen in de Kuip. Word je niet gauw, maar hier dus weer een goede kopbal van Skov Olsen. Goed gedaan door Wang, niks mis mee. En zo staan we dus op een 1-0 voorsprong. En dat gebeurde in de 35ste minuut van deze wedstrijd.
Dan zitten we inmiddels in de 43ste minuut. Is het hier Kitolano en Mito aan de bal. Mito probeert langs Van den Berg te komen. Lukt dat Mito ook? We zitten inmiddels in de 45ste minuut van deze wedstrijd. En er komt geen extra tijd bij, verrassend genoeg. En daardoor fluit de scheidsrechter dus al af voor de rust. Staan wij op een 1-0 voorsprong. Maar goed, het had ook natuurlijk zomaar de andere kant op kunnen vallen. Dus we hoeven ons nog zeker niet blij te maken met deze zege op dit moment. Want het moet zeker beter. Hier hebben we bijvoorbeeld Asignon, maar die speelt de bal al direct naar Nasso. En zo heeft Sparta de bal. Maar uiteindelijk veroveren wij de bal weer met Wang in de 63ste minuut van deze wedstrijd. Skov Olsen aan de bal. Skov Olsen geeft de bal af op Bioek. Alleen komt de bal net niet aan. En zo is de wedstrijd een beetje aan de slordige kant komen te liggen. Hier bijvoorbeeld Wang. En Wang haalt uit. Maar dat schot wordt gekraakt. Waardoor uiteindelijk Schoonerwald, de keeper van Sparta, die ik zelf niet ken, denk Luc zelfs niet, die de bal klem vast heeft. Hier zien we bijvoorbeeld Eerthuizen. Hij krijgt de bal dan bij Van der Kust. Alhoewel, hij krijgt de bal helemaal niet bij Van der Kust. Want Skov Olsen heeft de bal. Geeft de bal aan Bioek, wil ik zeggen. Maar opnieuw is het Schoonerwald die de bal heeft voor Sparta Rotterdam. Dan hebben we hier Negli. Negli komt er nou niet echt bepaald goed langs. En dan gaan wij ook wisselen in de 86ste minuut van de wedstrijd. Dan hebben we hier Skov Olsen. Hij gaat eruit voor Diaw. Ueda gaat ook voor het eerst speelminuut krijgen dit seizoen. En Wang gaat eruit voor Hessen. Ook wil ik de nieuwe keeper van ons speeltijd geven. Maar op dit moment zitten we dus al aan de maximale aantallen wissels. En ik zit eraan te denken om voor de volgende video de keeper te gaan verhuren. Deze keeper heeft veel potentieel. Alleen willen we natuurlijk ook nog alles uit Bijlo halen. En daardoor zal deze doelman geen speeltijd krijgen. Het is natuurlijk wel riskant, want we hebben op dit moment maar één doelman in dienst. Ik bedoel twee doelmannen in dienst. En als we er eentje gaan verhuren, ja, dan worden we natuurlijk wel enorm krap bij kas. Inmiddels zitten we in de 90ste minuut van de wedstrijd Feyenoord-Sparta. Negli heeft de bal voor Sparta. 1 minuut extra tijd is erbij gekomen. Verschuren geeft de bal richting Kitolano, maar die bal komt natuurlijk never nooit aan. Dan trapt Feyenoord de bal weg en is het einde wedstrijd. De scheidsrechter fluit af en zo wint Feyenoord met 1-0 van Sparta Rotterdam. En winnen we dus eindelijk voor het eerst dit seizoen. En staan wij ook niet meer direct in die onderste regionen van de Eredivisie. En dat is natuurlijk altijd fijn. Dan maken we ons ook direct op voor de laatste wedstrijd van deze video. En dat is een uitwedstrijd in het Koning Willem II stadion tegen Willem II. Laten we hopen dat we het publiek misschien nu iets meer kunnen gaan vermaken. Want het voetbal is natuurlijk nog niet altijd even mooi. Ringo Meerveld heeft de laatste wedstrijd 2 doelpunten gemaakt. Dus die moeten we zeker in de gaten houden. Ik vind het jammer dat Ringo Meerveld weinig potentie heeft in FIFA. Want Mike liet hem achter. Want ik zocht natuurlijk realistische transfers. Die zoek ik nu nog steeds. Dus als je realistische transfers hebt voor bepaalde posities, laat ze achter. Dan kunnen we kijken of we er wat mee kunnen gaan doen. Het transferbudget, ik ga ervan uit dat het nog 70 miljoen gaat worden. Maar goed, het is op dit moment 14. Maar ik verwacht dat Santiago Jiménez nog gaat vertrekken namelijk. En die gaat sowieso weg voor 60 miljoen euro. Hier hebben we bijvoorbeeld Timber aan de bal, Jiménez, wat wou ik ook alweer zeggen. Oh ja, Meerveld heeft een hele lage potentieel en inmiddels scoort Pak Xiao de 1-0 voor Feyenoord. En dus zitten wij weer op een resultaat hier in het Koning Willem II stadion. En dat is jammer, want Ringo Meerveld is in het echt gewoon een hele goede voetballer, vind ik. En daarom hoop ik dat hij in de volgende EAFC misschien wel meer potentie gaat krijgen. Maar goed, dat is altijd even afwachten. EA heeft niet altijd de potenties van de Eredivisie even goed. Dus dat moet nog allemaal even afwachten. Pak Xiao schiet deze bal trouwens goed binnen, zagen we in herhaling. En zo moet Willem II dus direct wat terug gaan doen in deze wedstrijd. Het is voor Willem II natuurlijk niet de beste start van de wedstrijd. Want in de 9e minuut al 1-0 achterkomen is natuurlijk nooit fijn. En hier bijvoorbeeld is Willem II alweer razendsnel de bal kwijt. Skov Olsen probeert naar binnen te lopen. En dan bam, bijna de 2-0. Bal schiet net langs de paal. Skov Olsen baalt ervan. Als hij hem wat beter had geraakt, denkt hij, dan vloog hij erin. Maar goed, dat vliegt hij niet. Hier hebben we Bos. Maar ook hij wordt weer heel erg makkelijk aan de kant gezet door Timber. Alleen geeft Timber de bal zomaar cadeau aan Bos. En is hier Carrer. Carrer. Oh ja, die kan er zo langs lopen. En dan is het binnenschieten toch. Maar de bal gaat langs Bijlo. En zo staat het dus nog steeds 0-1 voor Feyenoord. Maar kwam Feyenoord hier dus goed weg. Hier is Lambert voor Willem II. Krijgt de bal bij Lachkar. Lachkar krijgt de bal bij Ringo Meerveld. Meerveld zoekt de verdedigers van Feyenoord maar eens op. Carrer. Maar die wordt aan de kant gezet door Feyenoord. Is Santiago Jiménez aangespeeld. Alleen krijgt hij de bal niet lekker mee. Inmiddels zitten we in de 45ste minuut van de wedstrijd. En komt er geen extra tijd bij. En zo leidt Feyenoord dus met een 0-1 voorsprong. Maar goed, het kan natuurlijk zeker beter.
En dat willen we ook graag laten zien. Hier zitten we bijvoorbeeld in de tweede helft. Krijgen we hier Skov Olsen die de bal bij Igor Paxiao krijgt. Alleen krijgt Paxiao de bal niet binnen. En Skov Olsen krijgt de bal ook niet binnen in de rebound. Maar dan krijgen we een strafschop. De scheidsrechter vindt dat de keeper van Willem II volledig mis zit en hiermee Skov Olsen meeneemt. Dat laatste klopt dan ook wel. Maar ik vraag me af of dit nu wel een panel was. Maar het maakt ook niet uit, want Jiménez benut de strafschop niet. En zo staat het nog steeds 0-1. Dit komt omdat wij totaal de strafschop verkeerd timen. Ja, en dat moeten we nog steeds onder de knie krijgen, want ik vind dat wel wat lastiger. Batorina krijgt de bal hier bij Igor Paxiao. Kan Paxiao dan misschien zijn tweede van de wedstrijd binnenschieten? Igor Paxiao krijgt de bal bij Santiago Jiménez. Wang schiet. En een goede redding van Tsushomo, de keeper van Willem II. Alhoewel, nee, dat is niet de keeper van Willem II, dat is een speler van Willem II. Ik weet eventjes niet wie er op doel staat bij de Tilburgers. Hier hebben we in ieder geval weer Bos voor Willem II. Lambert. Ja, die maakt het zichzelf heel moeilijk. Hesse zet die speler van Feyenoord onder druk. Is het hier Diaw? Alleen komt er niet echt een schot uit. Gomez Riga is de doelman van Willem II overigens. Hier hebben we Van Berkel. Van Berkel komt er, nou ja, niet langs wil ik zeggen. Maar heeft de bal nog wel steeds in bezit. Hier is Lachkar aan de bal. Alleen die krijgt de bal niet lekker mee. Is het hier Asignon? Die de bal niet echt bij een medespeler krijgt. Daardoor verliest Willem II de bal. Is het hier Lambert? Schouten. Voor Willem II. Lambert opnieuw. Zo zitten we in de 87ste minuut van deze wedstrijd. Lijkt Feyenoord opnieuw een minimale zege over de boeg te gaan laten strepen. Althans, op de rand van de afgrond mee te gaan nemen. Laten we het daar maar ophouden. Hier is Stijn. Die jou komt er niet echt langs. Dus dit was niet een hele goede bal van Sam Stijn. Hier nog een keer Stijn. Krijgt de bal bij Bioek. Maar alleen die staat buiten spel. En zo lijkt Feyenoord hier in de 90ste minuut te gaan winnen. Wel, hoeveel extra tijd komt erbij is de vraag. Hartman krijgt de bal bij Ueda. Ueda krijgt de bal bij Diaw. 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 Komt er nog langs lijkt het. Die jou afgeven? Nee, die bal valt net niet goed. En dan heeft Willem II, is het afgelopen denk ik toch? Of maakt Willem II het zich nog enorm moeilijk in die slotfase? Nee, het is afgelopen. Willem II verliest in eigen stadion van het kwakkelende Feyenoord. Wat opnieuw weet te winnen, maar weer overtuigend was het natuurlijk niet. Maar goed, dat maakt niet uit. De supporters willen graag resultaat en we hebben resultaat gehaald. En zo hebben we dus 2 keer verloren in deze video, maar ook 2 keer gewonnen. Dus jullie mogen het bepalen. Is het een valse start of kan het er nog mee door? We staan inmiddels 10e in de Eredivisie. We hebben ons dus nog omhoog weten te werken. We wonnen dus van koploper Willem II. En daar mogen we uitermate tevreden over zijn. Inmiddels is Willem II teruggezakt naar de 4e plaats binnen de Eredivisie. En zien we Go Ahead op de 5e plaats en AZ derde. Dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Laat vooral een reactie achter wat je van de video vond. En vergeet ook vast zeker niet op de duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer, zodat we hoger kunnen komen in het algoritme. Want dan kan dit kanaal blijven groeien. Vergeet ook zeker niet de video trouwens te delen met je vrienden. Is ook belangrijk. Nou, doei doei!